Welkom bij les 2 van Studium Generale Artes, Mr. Motley, Perspectieven op Land. Voor de start van deze les grijp ik terug op een oude werk van Belgische kunstenaar Francis Elis uit 1997. In de video is te zien hoe hij gedurende 9 uur lang een ijsblok door de straten van Mexico voortduwt. Gedurende de 9 uur wordt het ijsblok ziende ogen kleiner en laat het een spoor van smeltwater achter. Hoewel deze arbeid letterlijk, zoals de titel al aangeeft, tot niets leidt, houdt de kunstenaar stug vol en vervolgt hij zijn weg. Wanneer we op zoek gaan naar artikelen over het kunstwerk in die tijd, wordt het verbonden aan de zinloosheid van de zware inspanningen die onderbetaalde Mexicaanse arbeiders dag in dag uit leveren. Daarnaast wordt de betekenisloze act van het voortduwen van het blok ijs verbonden aan de talloze debatten van regeringen zonder uitkomst of duidelijke visie over bijvoorbeeld het immigratiebeleid, het geleende geld aan Griekenland en of dat ooit terugkomt en het onophoudelijke geweld in Syrië. Wanneer we het werk in de context van deze tijd zouden plaatsen, zou het wellicht hoop geven. Het niet nastreven van een doel, het verrichten van een betekenisloze handeling leidt soms tot een resultaat. Een blok smelt. Een berg wordt verplaatst. Zo is het ook met het werk van Klaus Littmann, die ooit de droom had eigenhandig een bos te creëren in een stadion. Een werk dat in de tijd dat het bedacht werd op deze schaal nog helemaal niet in verband werd gebracht met klimaatproblematiek op deze schaal. In het werk wordt nu de vraag gesteld of we in de toekomst zullen moeten afreizen naar speciale plekken om bomen en andere natuur te kunnen zien. Waar we hun aanwezigheid in onze omgeving als vanzelfsprekend hebben beschouwd, is er in de toekomst mogelijk alleen nog plekken voor ze in parken of reservaten. Ondanks dat de werken in andere tijden zijn ontstaan, stellen ze nu vragen die relevant zijn voor nu. Monique Peperkamp stelt in het interview dat in tijden van ecologische catastrofen en kapitalistische crisis vragen naar voren komen als: hoe heeft het zover kunnen komen? Kunst die dergelijke vragen aangaat, gaat persoonlijke reflectie en geschiedenis niet uit de weg. Het werk van Elis en Littmann zijn er mooie voorbeelden van. Wij als westerse moderne mensen hebben het idee dat we de wereld onder controle hebben. Dat is een dominante contraproductieve houding. Zolang we daaraan vasthouden, creëren we steeds meer nieuwe problemen, stelt socioloog en activist Darko Lagunas in de video A Fair Ecological Future. De video is te vinden bij Je loopt op land. Kijk, dat het niet makkelijk is onszelf weg te cijferen en in buitenmenselijke kaders te denken, blijkt ook uit het videowerk Let's Say It's a Dance van Jeroen Kooijmans, waarin een vrouw zich verliest in een dans met een Monstera Deliciosa. Ze trekt de gatenplant uit zijn pot waarop de wortels aarde lozen. Ze zwiert ermee door de kamer, trekt de plant naar zich toe. En in alle opzichten romantisch beeld, dat bedoeld of onbedoeld illustreert hoe bekaaid de natuur er vanaf komt, door zich in te laten met de mens. De plant wordt een menselijk scenario en een menselijke behoefte ingesleurd en daarmee gedwongen de grond te verlaten. Meedoen zal voor de plant de dood betekenen. Kunstenaars samenwerkingen openen andere denkstromen, zegt Darko Lagunas. Maar hoe ontsnappen we aan die programmering? Hoe kunnen we ons anders gaan verhouden? Hoe zijn er lessen in andere verbindingen met duinen, zee en planten te vinden? Kan kunst bijdragen aan een gezondere relatie tussen de mens en diens omgeving? En zo ja, op welke manier? Monique Peperkamp zegt: ja, natuurlijk. Kunst intensiveert de bewuste ervaring. Het is bewuste ervaring omdat kunst zelf ook een historisch verschijnsel is en activiteit impliceert. Kunst is bij uitstek een vorm die relaties tot anderen, het andere, met een omgeving materialiseert. Daarin kunnen allerlei soorten kennis en ervaringen worden aangesproken. Het begint met een ontsnapping aan de functionele tijd, met het nemen en geven van tijd. Dan kun je gewaar worden hoe de dingen, vormen, materialen, ideeën, mensen, planten, aarde, lucht enzovoorts tegelijk met jou aanwezig zijn, in dezelfde tijd zijn, tijd zijn, een geschiedenis hebben, leven en samenleven vormgeven. Zoals dit werk van Olafur Eliasson. Ja.
In het werk Icewatch laat hij wel heel duidelijk zien dat de tijd tikt. Door 12 blokken ijs, gewonnen met behulp van geoloog Minnick Rosing, in de vorm van een klok op verschillende plekken in de wereld neer te leggen. Door het publiek de confrontatie aan te laten gaan met het smeltende ijs, iets dat ze vanuit hun woonkamers niet zien, zouden mensen mogelijkerwijs wakker geschud kunnen worden. In die zin bevinden we ons allen in Plato's grot en zien we niet wat er gaande is, stelt ook filosoof Bruno Latour. Onze hang naar presentism, verhedelijking, ik refereer opnieuw aan Gay Hawkins uit de vorige les, verblindt ons. In het NRC van 6 oktober 2021 verscheen een artikel getiteld "Tegen de klimaatcrisis is geen kunstwerk opgewassen." Vele kunstwerken worden genoemd. Kunst klinkt gelukkig uit in het voorstelbaar maken van het onvoorstelbare. Maar wanneer kunstenaars dat doen met grootschalige klimaatkunst, voelt het vaak alsof kunst tekortschiet. De kunst werkt verlammend, vaak doordat het zelf vervuilend is, of omdat het wel het probleem verbeeldt, maar geen alternatief aandraagt. Daardoor oogt het kunstwerk machteloos. Aldus het NRC. We zijn nu uitgegaan van de kunstenaar, ofwel de mens als centraal punt in de wereld. Ik heb jullie immers de vraag gesteld welk perspectief je als maker zou innemen ten aanzien van het thema land. Maar, wat of wie is de kunstenaar? In het Westen zien we onszelf nog altijd vanzelfsprekend als degene die uitspraken over de geschiedenis, de mens en de kunstenaar kunnen doen. Maar, is dat zo? Wat als je de mens niet centraal stelt met betrekking tot kennis of het maken? Want als je kunst maakt waarbij je niet uitgaat van de mens als de centrale kern, waar kom je dan op uit? Kun je je als maker ook verhouden tot het niet-menselijke? En op welke manier? Persis Beckerin stelt zichzelf de vraag wat het water te zeggen heeft. De oceaan maakt deel uit van de meer algemene obsessie van de kunstwereld met natuur en ecologie. Een urgent complex onderwerp. Maar schuilt er niet al een onmogelijkheid in het centraal stellen van natuur en de kunst? Natuur is immers het buiten, de ander, van cultuur. Alles wat kunst niet is. Hoe verbeeld je dat? Misschien bestaat de natuur niet eens meer. Misschien is er geen buiten meer, aangezien we in een tijd leven waardoor alles door de mens wordt beheerst, in het zogenaamde antropoceen. Als dat zo is, is de obsessie met natuur een melancholisch project. Je kunt ook zeggen dat door de menselijke invloed op ecologische processen de natuur inmiddels zo ernstig is ontwricht dat de balans tussen natuur en cultuur eruit is geslagen. Overal ter wereld wordt dit al gevoeld. Tegelijkertijd hangt er een verwachting in de lucht. De verwachting van iets nog veel ergers binnen afzienbare tijd. De oceanen zijn essentiële organen in het behouden en herstellen van de balans in het grote ecosysteem dat de aarde is. Ze zijn groot, machtig, vloeibaar, vloeiend. Non-hierarchisch, kwetsbaar en sterk tegelijk. Ze zijn alles wat wij niet zijn. In die zin zou je de vraag beter kunnen omdraaien, dan wordt hij retorisch. Hoe zouden kunstenaars zich niet met oceanen bezig kunnen houden? Wat levert die ervaring op? Aldus Persis Beckerin. Helpt het ons te geraken voorbij het dualistische denken en kunnen we onszelf niet eens decentraliseren, de mens niet zien als het centrale punt in de wereld? We hebben zulke menselijke manieren om de wereld tegemoet te treden.
We merken ze niet eens meer op. Allereerst al het oriënteren in de wereld. Daar hebben we onze middelen voor. Wanneer je loopt, treed je het landschap tegemoet. Wanneer je dat achterwaarts zou doen, laat je het landschap achter je. Het levert een totaal ander idee van jij in de wereld op. Kijk naar Teun Karelsen. Hij heeft zich helemaal ondergedompeld in de zeewierervaring. Hij komt ook aan bod in de video van Darko Lagunas. Het is een menselijke ervaring, stelt hij maar ergens ook niet. Want als mens zou je meteen de controle pakken. Als zeewier doe je dat niet en laat je je meevoeren. Ook de quote gaat over het navigeren. En dat je eigenlijk als mens altijd weet te oriënteren en oriënteert. Dat is het menselijke. Maar als zeewier zijnde laat je dat los. En moet je je anders oriënteren. Ik daag jullie uit voor Lopenplant. Er is genoeg te lezen, te kijken en te denken in dit kader. Gericht op het innemen van het niet-menselijke perspectief. Hoe leeft en voelt een plant zich? Door Lopke Meekes en Irene Uratia. Met daarop volgend de Hello Plant, een do-it-yourself terrestrial workshop. En Wouter Engelbart en platform DIS hebben de vraag gesteld waarom zeewieren ons kunnen helpen met een steviger positief ecologisch perspectief op de toekomst. Ze hebben een onderzoeksproject, verstrengeld genaamd, en zelfs een heus zeewiermanifest. Maar laat vooral ook Teun Karelsen je inspireren. Kies zelf iets uit de natuur, lees erover, probeer de wereld te ervaren vanuit dat perspectief. Wat brengt het je om jezelf niet meer als centraal punt te nemen? Ik wil afsluiten met John Luther Adams, Become Ocean. Het duurt 3 kwartier, maar een klein stukje wil ik jullie laten horen. Dit was Land, les 2.